Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we vanochtend nog weinig bewolking, maar boven België en Noord-Frankrijk is het al wel geheel bewolkt. En die wolken die breiden zich vanochtend over het zuiden van het land uit. In het midden en noorden dus nog enige tijd zon, maar vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen bewolking. En aan het einde van de ochtend kan ook wat lichte regen of motregen vallen. Vanmiddag breidt die neerslag zich dan langzaam naar het noorden uit en tegen de avond bereikt het dan ook Noord-Holland, Flevoland en misschien ook al Twente. Temperaturen vanmiddag 8 graden. Vanavond regent het dan vooral de noordelijke helft. In Zeeland kan het dan weer droog worden. Koud is het niet, temperaturen liggen rond 5 graden en de wind is rustig. Morgenochtend nog wat gespetter in het noorden, daarna heel lokaal wat motregen en in de avonduren in het zuidoosten ook weer regen. Temperaturen 6 tot 8 graden en de wind draait naar zuidoost. Dan het weer voor volgende week. Nou, zoals iedereen al gehoord heeft, de winter keert terug. Dat gebeurt dinsdag later op de dag in het noordoosten en woensdag dan ook in de rest van het land. Temperaturen woensdag rond of onder het vriespunt en in de nachten gaat het weer vriezen. En de overgang kan gepaard gaan met wat sneeuw. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.